De Tweede Wereldoorlog heeft op heel veel plaatsen in Nederland zijn sporen achtergelaten. Dit jaar wordt uitgebreid herdacht dat 75 jaar geleden operatie Market Garden plaatsvond. Het Kruller-Müller Museum doet in het laatste jaar van de oorlog dienst als noodhospitaal van het Rode Kruis en biedt aan 310 volwassenen en 40 kinderen onderdak. Vanwege de toenemende oorlogsdreiging pleit Helene Kruller-Müller al begin 1939 voor het maken van een bijzonder bouwwerk. In 1928 heeft Helena haar hele collectie die ze heeft verzameld geschonken aan de Nederlandse staat. Ze voelt er is een dreiging van oorlog en ze wil dat die collectie in veiligheid is. Alleen ze is zelf geen eigenaar meer en kan niet zeggen we gaan nu een schuilkelder bouwen en daarvoor zorgen. Dus ze moet echt de minister overhalen om te zorgen dat die schuilkelder er komt en om te zorgen dat de collectie in veiligheid blijft. En eindelijk, eind 1939, dan lukt het haar. Maar dat is echt 2 maanden voor haar overlijden. Dus dat de bouw is afgerond, heeft ze eigenlijk helemaal niet meer meegemaakt. Ja, als je van het museum naar de schuilkelder loopt, want het ligt wel in de buurt, maar het is echt verscholen. Dus je loopt een stuk door het bos heen. En eigenlijk, als dus het zandpad zich splitst, heb je 2 duinen aan de zijkant en ga je eigenlijk een weg in waar je het einde niet van ziet. En net aan het einde om de bocht, daar zie je een prachtige gemetselde poort. En daar is de schuilkelder verborgen. Kijk, hier is die dan. Dit is de bunker. En als je hier dan voor staat, dan voel je echt de historie van deze plek. Dus hier is echt iets bijzonders gebeurd. Op 22 juli 1940 werd begonnen met de verhuizing van de collectie naar de schuilkelder. En je denkt, daar komt een boel bij kijken, panzervoertuigen, er is een hoop beveiliging bij. Maar in de praktijk is dat heel anders gebeurd. Onder leiding van de jonge conservator Willy Auping en een heel klein team worden eigenlijk groepjes goed verpakt en op een kar naar de schuilkelder gebracht. En op 29 juli 1940 sloot het museum haar deuren. We lopen nu de Van Gogh-galerij binnen. En we zien hier Café-terras bij nacht van Vincent van Gogh. En dit is nou een van de werken die in de schuilkelder is ondergebleven tijdens de Tweede Wereldoorlog. En dankzij die handeling dat ze dit werk in veiligheid hebben gebracht in de schuilkelder, is het nu nog te zien voor mensen over de hele wereld. Ja, de bunker is eigenlijk vermomd als een duin, als een hoge zandduin. En dat is eigenlijk zo goed vermomd dat ook de Canadese bevrijders die met een tankkolonne daar aankwamen, dat niet zagen en dus hun tanks bovenop de schuilkelder hebben neergezet. Dus daar schrok iedereen wel erg van. Maar gelukkig was luitenant-kolonel Levenston, dat was de leider van de Canadese troepen, ook een groot kunstliefhebber. En raakte bevriend met de jonge conservator Auping. En hij heeft dus ook snel de tanks verplaatst. En uiteindelijk ook geholpen met het terugbrengen van de collectie naar het museum. Naar aanleiding van 75 jaar operatie Market Garden is de schuilkelder voor het eerst in de geschiedenis open voor publiek. Openingstijden en prijzen vind je op onze website.